van de dag. Burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam heeft het coronavirus opgelopen. De 59-jarige burgemeester is thuis met milde klachten en moet op advies van de GGD 7 dagen in isolatie blijven. Hij werkt daarom dus vanuit huis. De provincie Flevoland gaat spijlen plaatsen op het landschapskunstwerk Rif bij Biddinghuizen. Die spijlen moeten aan het einde van de trap komen te staan. Daardoor is het voor bezoekers niet meer mogelijk om op het 7 meter hoge betonnen plateau te lopen. Zodra de spijlen zijn geplaatst, kunnen bezoekers het kunstwerk weer beklimmen. Uit Reusing is directeur van de Zonnebloemschool in Emmeloord. Ja, we noemden net twee opmerkelijke berichtjes uit het nieuws van vandaag. Maar wat is uit jouw nieuws van deze dag? Nou, ik moet zeggen, ik heb niet speciaal van deze dag wat nieuws. Maar ik las van weekend in de krant en ik dacht, dat is misschien wel een leuk onderwerp, dat Nederland weer eens een grote poging doet om de laaggeletterdheid aan te pakken. Ah, ja. En daar, daar zijn ze al jaren mee bezig en ik vraag me af of dat nou zo handig is om dat steeds zo te doen. Oh, waarom? Nou, kijk, laaggeletterdheid, dat is natuurlijk een groot probleem in Nederland. En wat men steeds probeert is om al de mensen die laaggeletterd zijn, de taal te leren. En we weten eigenlijk dat die taal ontzettend moeilijk is. Ze maken het steeds moeilijker. En wat je eigenlijk volgens mij alleen maar van krijgt, is steeds meer gefrustreerde mensen. En ongeveer 2,5 miljoen mensen die tegenwoordig laaggeletterd zijn en benoemd worden. Nou, dat lijkt me niet zo'n leuke titel. En volgens mij zou je het heel anders moeten aanpakken. En gewoon de mensen voorop zetten en niet meer de taal. Dus kijken, wat kunnen mensen wel, wat kunnen mensen niet. Misschien moet je gewoon een dialect accepteren bij schrijftaal, net als je het met spreektaal doet. Maar het gaat er natuurlijk om dat mensen met elkaar kunnen communiceren en zelf, mensen zelfvertrouwen hebben en niet vooral angstig zijn om dingen te doen. Maar dus ik denk, ik las het andere kant op bij die hele handel. Ja, maar los je probleem daarmee op? Want het probleem is heel vaak dat mensen daardoor allerlei formulieren en websites van de overheid niet begrijpen. Daardoor bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kunnen aanvragen waar ze recht op hebben. Ja, dat los je toch niet op met jouw oplossing? Jawel, ja, je gaat dus de officiële taal alleen maar gebruiken op plekken waar iedereen dat kan begrijpen. En ja, iedereen begrijpt. En al andere taal maak je toegankelijk. Het is heel mooi te zien. Bijvoorbeeld dat op WhatsApp zie je dat heel veel mensen die toch laaggeletterd zijn heel goed kunnen communiceren op een andere manier. En waarom zou je niet met een lach op een andere manier dan we hebben bedacht dat het L-A-C-H-E-N doet. Nou, bedenk het maar eens. Lachen. En als je een rondje doet met de glimlach erin en dat ook toegankelijk maakt op allerlei plekken. Dus gewoon zeg maar de hoofdtaal ook gewoon veel meer verbreden in geaccepteerde en gekunde taal. Oh jeetje, maar ja, krijg je dan niet juist weer een kloof? Want mijn oma zou dat dan weer allemaal helemaal niet kunnen volgen natuurlijk. Nou, volgens mij, ik heb een voorbeeld van, je oma, je kunt dan twee kanten moeten bouwen. Maar mijn opa bijvoorbeeld, vroeger, die kwam uit de Achterhoek, die praatte zo plat als een dubbeltje. Die kon helemaal niet fatsoenlijk goed Nederlands, maar het werd wel goed geaccepteerd. En die man was trouwens, kon ook prima praten. Yeah. Maar dus, in die taal is niemand maakt jou daar laag gelet. Iedereen zegt, oh, die praat iets anders, maar prima, want daar kan je zich eerlijk in uiten. Want die kloof waarvoor een oplossing moet worden gevonden, en die bestaat volgens mij. Hè, dat blijkt volgens mij uit onderzoek dat een kwart van de middelbare scholieren eigenlijk in feite analfabeet is. Dat kun je toch niet voorstellen in een ontwikkeld land als het onze. Maar merk jij dat? Nou, ik denk, wat is analfabeet? Kijk, de mensen die begrijpen de ingewikkelde taal die Nederland heeft niet. Hè? Dat is wat anders. Kijk, Nederland is ook heel apart ingericht. Je zou zeggen, gebruik de talenten van mensen. He, want in Nederland, vooral het middelbaar onderwijs, wordt natuurlijk afgerekend op wat je niet kan. He, als iemand heel goed wiskunde, natuur en scheikunde kan, en hij is slecht in Nederlands en Engels, want in Sirp HAVO, wat gebeurt er dan? Dan vloei je af naar MAVO. He, dus je zou dat heel anders moeten waarderen, en zo is in de taal gebruikt, terwijl hij misschien op de wiskunde en de scheikundetaal prima begrijpt. Nou, wat kan jou dan schelen wat hij op het andere gebied scoort, als hij maar gewoon kan communiceren? Ja. Maar is het toch ook niet een beetje een uiteindelijk een zwaktebod, Aad, dat we gewoon gaan zeggen wat mensen niet kunnen? Nee. Ja, dan gaan we. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, je zou je onderwijs moeten verbeteren zodat mensen mee kunnen. Ja, maar kijk, volgens mij, Jeroen, is dat zoals jij het omschrijft. Daarom maken steeds meer mensen min of meer kapot, omdat ze gewoon heel Nederland was heel ingewikkeld, de taal is ingewikkeld, alles ingewikkeld. Je moet meer mensen dat je accepteert je talenten gebruiken en wat je niet kan. Daar doe je toch niks mee in je leven, dus laat het ook meer links liggen en probeer wat je kan te doen wel. Maar reken de mensen er niet op af.
Want dan gaan ze ook meer vertrouwen in eigen kwaliteit. En dan denk ik dat iedereen veel meer levensplezier krijgt. Kijk, en als je zegt wat jij doet. Kijk, wat doet Nederland bijvoorbeeld? Als je een taal hebt en we begrijpen het even, dan gaan ze nog heel erg veranderen. Gaan ze over een N tussen stoppen of weet ik wat allemaal, dat soort dingen. Tot de helft weer, dan heb je minstens weer wat meer aan of verbeterd, lijkt het wel op, weet je wel. Mm-hmm. Als je het zo ingewikkeld maakt. Dus je zou dat heel anders moeten benaderen. En mensen zeggen van, oké, iedereen gelooft in zijn kwaliteit. Ben je wat minder in taal? Helemaal niet erg. Gaan we kijken, hoe kan je toch meedoen? Hoe kan je toch meedoen in de maatschappij? Want daar gaat het om. Nou, en misschien moeten we zo meteen overal spraakcomputertjes hebben. We hebben natuurlijk heel veel mooie dingen die we kunnen gebruiken. Dus misschien hoeveel geld er in de jaren daarin gepompt is. Dan denk ik, nou, misschien is het toch eens een keer de uitdaging waard om met dat geld eens een andere kant op te denken. Maar jij zei van het is geen nieuws van vandaag. Maar toevallig vandaag in het nieuws. Stichting Lezen, die is een campagne begonnen. De Weddenschap heet het. En bijvoorbeeld Femke Louise. Dan proberen ze allemaal van die influencers en zo. Dio en zanger Django Macroy. Die gaan dan proberen jongeren aan het lezen te krijgen. Door ook zelf te zeggen van ik ga zoveel 3 boeken in een half jaar lezen en zo. Vind je dat dan ook zonde van de tijd en energie? Nou, als je dingen doet die je niet begrijpt of niet kunt, nee, maar haal je niet eens je 3 boeken en haal je vol. Maar jij zegt heel sec van als je dat niet begrijpt of niet kunt, terwijl het is natuurlijk een manier om jongeren iets beter te leren lezen en uiteindelijk begrijpend lezen ook. Dus het is niet kunnen toch, per se? Alleen ze kunnen wat beter in worden. Nee, het gaat erom als jij lezen leuk vindt en je denkt dat je daar wat mee kan, moet je het gewoon doen. En als je lezen op een andere manier leuk vindt, hè, er zijn andere manieren, gewoon luisterboeken bijvoorbeeld, dan hoef je het niet te lezen, maar dan luistert je, dan lees je ook. Hè. Het gaat erom dat je je natuurlijk versterkt en communiceert, maar wel op de manier die bij jou past. En niet dat je afgerekend wordt, maar dat het positief benaderd wordt. Dus je kan de luisterboeken zijn tegenwoordig heel erg in. Mm, en hoeveel zijn er niet van die programma's, weet je, hoe heet het, wat op de radio, podcast, weet je wat het heet. Bedoel je waarschijnlijk. Podcast, ja. Ik ben een oude kerel, dus. Maar moet je daar dat soort dingen. En daar wordt ook heel veel in communicatie ingewisseld. En iedereen vindt het ook prachtig. Dit is een andere alternatieve vorm. Dus ik denk, je moet iets doen wat bij je past. Want een boek lezen, als het niet bij je past, ga maar eens aan een pul van 200 pagina's beginnen. Als je dat moeilijk vindt, dan kun je het beter op een andere vorm zoeken. Want het gaat wel om dat je dingen moet doen die je leuk vindt. Zeg dat idee van jou uit om inderdaad niet meer lachen te gaan schrijven, maar gewoon zo'n lachend gezichtje neer te zetten. Ook in overheidscommunicatie en zo. Ga je daar nog wat mee doen? Ga je dat nog ergens onder de aandacht brengen? Nou, ik zou laatst al een keer, want toen werd het bij een toespraak of iets van de bibliotheek, maar het is allemaal coronatechnisch gestopt. Ja. Daar had ik een heel interessant gesprek over. Maar ik heb het wel eens vaker geprobeerd dit binnen te krijgen. Want kijk, behalve laaggeletterdheid heb je ook heel veel mensen die kunnen natuurlijk niet lezen. Hè, op onze manier. Hè. En die zijn echt analfabeet. Dus we zijn natuurlijk heel erg bezig om daar alternatieve ideeën voor te brengen. En dan denk ik van, als ik zie hoeveel kinderen eruit vallen op basisscholen die valangstig zijn dat ze dingen moeten doen die je niet kan. Hè? Je zou maar een hele weekend taalboekjes moeten doen waar je slecht in bent omdat je huiswerk meegekregen hebt. Of 's avonds, hè? Na schooltijd, in plaats van lekker spelen wat ook. Dan denk ik van, kunnen we daar nou niet wat anders voor bedenken? Tot we daar iedereen een lekkere positieve zwang geven aan communicatie. Maar goed, je hebt dus al wat anders bedacht, maar de vraag is even, wat gaat er nou mee gebeuren? Ja, dat gaan we proberen. Hè. Wij proberen op school natuurlijk al wel alternatieve methodes te bedenken. Hè. Je hebt ook alternatieve manieren. Alleen de overheid is natuurlijk een star orgaan. En ik heb ooit een keer op een bijeenkomst iets gezegd over dat groene boekje. Dat ik dat onzin vind. Mm-hmm. Want het was die regel. En toen waren er een paar mensen met me eens. Maar ook een heel stel niet met me eens trouwens. Dus er is nog een hele lange weg te gaan, denk ik. Het wordt nog wel een discussie. Nou ja, die hebben we even een voorproefje van gehad. Aart Reuzing, directeur van de Zonnebloemschool in Emmeloord. Ontzettend bedankt in ieder geval voor je bijdrage. Ja, oké. Okay.